super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik weer voor jullie een beugelvideo maken. En deze video bestaat uit 2 delen. Eerst vertel ik jullie wat over de beugel die ik al in heb, namelijk de herfstbeugel, deze. En ik neem jullie mee naar de orthodontist, want bij deze beugel wordt nog een beugel geplaatst. Dus ik krijg waarschijnlijk een hele mond vol met ijzer. Nou ja, waarschijnlijk, dat weet ik wel zeker. Ik vind het best wel een beetje spannend, want ik heb geen idee hoe het plaatsen van die tweede beugel zal gaan. Maar zoals ik al zei, neem ik jullie gewoon mee naar de orthodontist, zodat jullie alles kunnen zien. En dan ben ik ook niet zo alleen, dus vind ik veel gezelliger. En als je nu al super veel zin hebt in deze video en heel erg benieuwd hoe het gaat met mijn tweede beugel, geef deze video dan alvast een dikke duim omhoog. Ik ga voor de 9.867 dikke duimen omhoog. Dus geef zeker dat duimpje. En abonneer gelijk even op mijn kanaal als je dan toch bezig bent. En dan ga ik jullie nu een update geven. Ongeveer 8 weken geleden is de herfstbeugel die ik net al even liet zien in mijn mond gezet. Ik zal nog even laten zien hoe die eruit ziet van dichtbij. Beetje onsmakelijk. Maar goed, dan heb je even een idee. Zoals je ziet heb ik hier 2 stammetjes. Hier, deze en deze. En die zorgen ervoor dat ik niet mijn tanden over mijn andere tanden kan zetten. Alleen deze kant dichtbijten. Ik heb hier scharnieren. Die steken heel erg uit zoals je ziet. En dat heb ik ook boven. Hier. Verder loopt er een draadje over mijn gehemelte. En heb ik hier nog een ijsdraadje. Ik word nu door mijn ouders en mijn broers ook wel Robocop genoemd. Dat is nu een soort van mijn bijnaampje. Maar in plaats van deze beugel heb ik helemaal niets gevoeld. Ik had helemaal geen pijn, dus dat is helemaal top. Maar de eerste paar dagen dat ik met dit ding moest eten, daar ga ik niet over liegen. Dat was verschrikkelijk. Want mijn kiezen maakte dus geen contact. Nu maakt ze weinig contact, maar wel een beetje. Dus ik kan wel met mijn kiezen kauwen. Maar de eerste paar dagen moest ik als een konijn eten. Ik moest met mijn voortanden kauwen, zeg maar zo. En dan kon ik alleen maar zo dichtbij zitten. Dus het duurde echt uren voordat ik gewoon iets heel kleins al op had gegeten. Want ik kon alleen maar mijn voortanden kauwen. Moet je eens proberen, dat duurt echt heel lang. Tijdens die eerste dagen heb ik geleefd op soep, Indische thee, want het is lekker zacht, kwark en mini crackertjes. Want daar kan je op sabbelen en dan vallen ze een beetje uit elkaar. Dus als je ook een herpsbeugel krijgt, dan is dit zeker een aanrader. Behalve de soep had ik het ook elke dag op school. En dat ging eigenlijk wel prima. Na 2 weken ging het eten eigenlijk al stukken beter. Ik kon ook harde dingen eten zoals wortelen en dat soort dingen. Maar heel veel mensen, en ik dus ook, in het begin last van hebben bij een herpesbeugel, is dat je heel moeilijk kunt praten. Want je slist heel erg veel en dat soort dingen. Want je kan de S niet zo heel erg goed zeggen. Bijvoorbeeld als ik fantastisch zei, hoorde dit. Zoiets. En je maakt heel veel speeksel aan. Ik lijk net een hond. Maar tip, je moet dan niet slurpen, want dan gaat het zeg maar niet weg. En als je, ik heb het nu niet meer, want ik heb niet geslurpt. Ja, heel soms wel, dat het zeg maar automatisch gaat. Maar dat doe ik nu niet meer. En het is helemaal weg. Dus na 8 weken gaat het heel erg goed met de beugel. Ik voel er helemaal niks meer van. Ik heb er helemaal geen last meer van. Nou, morgen krijg ik dus mijn tweede beugel erbij in. Dus ik ben heel benieuwd of het wel gaat passen. Maar goed, ik zie jullie morgen weer. Tot morgen. Doei! Hoi, het is nu vroeg in de ochtend en ik zit in de auto op weg naar de orthodontist. Iedereen zit al op school, ik niet dus. Want ik krijg weer een tweede beugel. Nou ja, niet weer, maar ik krijg een tweede beugel. En ik ben heel erg benieuwd wat me te wachten staat. Ik vind het super leuk om jullie mee te nemen. Dus tot zo bij de orthodontist. Hoi, goedemorgen. Ik ga weer middag zou nog 4 uur. Goed hoor, ja. Nou, naakt de blokjes erop. Ja. Heb je er zin in? Nou, ik weet niet hoe het gaat voelen. Misschien doet het wel heel erg veel pijn, dus ik weet niet. Nee, dat niet. Nee. Ja. Nou, het erop zetten doet sowieso geen pijn. Dus dat is misschien wel fijn om dat te weten. Ja. Zo'n een beetje volle mond met en die beugel. En ook nog eens een klemmetje erin gepropt. Ah. Nou, jij wordt er gewoon hartstikke charmant van. Nou, dan ga ik jouw tanden zo eventjes een beetje droog plaatsen. Dan komt er een goedje op wat het een beetje gaat opriemen. Dat moet je eventjes intrekken. Dat is dus wel echt vies. Dus het handigste is als je niet met je tong naar de bovenste tanden toe gaat. Ja. Ik kan er niet zo heel veel aan doen. Dat is een beetje een gewoonte, maar nou, dan blaas ik ze nu droog en dan komt er zo meteen een laklaagje overheen. Het spul wat er net op heeft gezeten heeft eigenlijk hele kleine gaatjes in het oppervlak van je tanden gemaakt. En met het andere laagje wat erop komt, dat zorgt ervoor dat de lijn kan hechten. Nou, dan ga je zo meteen de blokjes met wat lijn op je tanden zetten. En dan moeten ze nog op een goede plek komen. Dus Dus je ligt er nog wel eventjes zo bij. Dan gaat er goed nog in. Dan heb je er last van. En dan laat ik ze af en toe weer eventjes goed droog. Want voor het hechten is het wel belangrijk dat je tanden en je kiezen droog zijn. Dan straks komen er elastiekjes omheen om die blokjes met het draadje erin. Dus dan mag je ook nog een kleurtje uitkiezen als je dat leuk vindt. En als je zegt, oh, ik wil dat het zo min mogelijk opvalt, dan hebben we ook de zilverkleurige elastiekjes. Het is wel heel gek dat je steeds je lip over die blokjes heen doet, maar ja. Je mag eerst nog kijken, ik weet niet of je een kleurtje wil kiezen. Als je het minst ziet, dan ik dat het mooist vind. Maar ik heb ook gehoord, zeg maar, dat een kleur een beetje gelig werd. Of is dat niet iets in? Ja, stel je gaat deze en dan je gaat heel veel curry eten, ja, dan wordt het wel eens een beetje gelig. Ja, dat is geen curry dus. Nee? Nou, en dat draadje komt zo meteen in die blokjes te liggen. Die gaat jouw tanden volgen. Dus als jouw tanden nog een beetje zo in de bocht staan, dan gaat hij er eerst mee. Maar hij wil terug naar zo'n ronde vorm. En dat is eigenlijk waar je die druk van op je tanden gaat voelen. Hier zit nu nog geen blokje op en die past hier eigenlijk nog niet tussen. Nee. Nou, en om er nou voor te gaan zorgen dat dat wel kan, gaan we een veertje hier over het draadje heen zetten. En het veertje is dan wat groter dan de ruimte nu. Nou, en dan gaat er eigenlijk duwen. Omdat deze gaan verschuiven, komt er dan meer ruimte? Ja. Oké. Dus dan gaat dit aan het passen. Oké. Ja? Ja. Dan gaat hij hier achter in de scharnierboog, dan gaat hij in die haakjes en dan ga ik hem hier ook erin zetten. Nee hoor. Nee hoor, dat weten we zeker. Je wordt er niet elke keer wat knapper op, hè, als je hier bent geweest, toch? Ja. Beide is dicht. Even kijken. Over 8 weken? Of, 8 weken zie ik je graag terug. Ja? Deze voor jou? Yes, dankjewel. Oké. Ja, dan weer tot de volgende keer. Ja, heel bedankt. Helemaal goed. Doei. Het inzetten deed eigenlijk helemaal geen pijn. Ik moet wel eerlijk zijn, want de eerste 4-5 dagen dat ik hem in had, toen voelde ik wel echt dat die beugel echt aan mijn tanden trok. En dat was echt geen fijn gevoel met eten. Je kon ook niet met je voortanden, kon ik echt niet kauwen. Ik ging overal stukjes van afbreken en eten, want ik kon niet afbijten. Want mijn tanden waren heel gevoelig, alsof ze allemaal los zaten. Ik kon ze ook allemaal een beetje wiebelen, heb ik niet gedaan. Want straks gingen ze nog losser zitten en dat wilde ik niet. Maar nu heb ik hem inmiddels 3 weken in en heb ik helemaal geen pijn meer. Dan kan ik ook gewoon afbijten en zo, dus dat is helemaal top. En hier zit ook nog een hele scheeftand hier. Zodra hier ruimte is voor die tand hier tussen, dan gaat daar ook een blokje op en dan gaat hij naar voren. Dus daar verheug ik me op, want dan heb ik weer een vol gebit. In principe kun je heel veel eten met deze beugel. Er is ook geen waslijst opgenoemd dat ik allemaal niet mocht eten. Maar wat ik beter niet kon doen is bijvoorbeeld een lolly. Bijten bijvoorbeeld, want dan kan je een blokje verliezen. Of frisdrank, want daar zit koolzuur in. Dat is ook niet goed voor je beugel. Maar verder kan je eigenlijk gewoon van alles eten. En dat doe ik nu ook, dus dat is helemaal top. Wat wel heel belangrijk, maar ook heel lastig is, is dat, ja, dit had ik ook bij de herbstbeugel al, maar bij de blokjesbeugel blijft er ook heel vaak etensresten achter je blokjes zitten. Nou, niet achter, want dat zit op je tand nog plat, maar achter deze draadjes. En dan moet je het er wel goed uitpoetsen of met een ragertje even. Ik heb dus ook al nu 3 dagen ongeveer een stukje brood in mijn herbstbeugel zitten, maar dat is een ander verhaal. Maar dan moet je dus wel goed schoonhouden, want anders krijg je bijvoorbeeld gaatjes daarvan. Maar dat doe ik ook gewoon elke avond gewoon erlangs en zo. Dus dat valt best wel mee hoe moeilijk dat is. Moet je gewoon even aan wennen, maar dan gaat het wel. En zoals jullie zien heb ik alleen bovenblokjes en niet onder. Als de herfstbeugel eruit gaat, dan krijg ik onderblokjes. En dan gaat mijn herfst ook weg. Dus dan kan ik weer iets beter praten. Nou, dit was alweer de update van mijn herfstbeugel en het verslag van mijn nieuwe blokjesbeugel. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om te zien hoe ik hem kreeg en om deze video te kijken. Als je dat vond, geef deze video een dikke ijzeren duim omhoog. En abonneer gelijk even op mijn kanaal hier onder deze video. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!